onbegrip van familie, geen acceptatie vanuit de familie, maar ook enorm pestgedrag op school. Ik wist niet wat ik wou. Dus toen dacht ik van, dan maar een uitweg. In Amsterdam treffen we oud-NOS-verslaggever en tegenwoordig documentairemaker Tim Dekkers. Zijn film Uit het leven gaat over zelfmoord binnen de LHBTI+-gemeenschap. Een taboe. Een groot taboe. Ja. Ik noem het zelf een plaag dat al vele jaren lang de LHBTQI-gemeenschap teistert. En het is zelfmoord, ja. Zelfdoding. Ja. Het aantal zelfdodingen binnen onze regenboogcommunity is echt vele malen hoger dan bij de heteroseksuele wereld. Ja. Hoe komt dat? Eigenlijk niet over gesproken. Ja, hoe dat komt, als ik dat zou weten, dan zou ik gelijk het antwoord hebben. Ja, dat heb je wel onderzocht, toch, in je documentaire? Ja, ik had twee eerdere documentaires gemaakt. En na de tweede zei een vriend van mij, Henk Burger, Tim, nu is het tijd voor een echt serieus onderwerp. Want in mijn vriendenkring heb ik al 12 vrienden kennissen verloren door zelfdoding. Ja. En dit is een onderwerp dat we echt moeten bespreken. Dus die handschoen heb ik opgepakt. En de afgelopen 2,5 jaar heb ik dus 3 mensen gevolgd die ooit een zelfmoordpoging hebben gedaan of iemand hebben verloren. En ik heb hen gevolgd om te kijken hoe zij hun leven weer aan de gang weten te krijgen. Een van de hoofdpersonen is de Braziliaanse acrobaat Jean, die in Amsterdam furore maakt in verschillende shows. Hij heeft een hele zware periode achter de rug, want zijn vriend van destijds 50 jaar pleegde zelfmoord, stapte uit het leven omdat hij niet ouder wilde worden. Hij zei 50 jaar is genoeg en daarna snoes. En dat stortte Jean de acrobaat echt in een diepe crisis, diepe depressie, waarbij hij eigenlijk ook bijna zelf uit het leven stapte. Dus ik was heel benieuwd, hoe gaat iemand om met zo'n zwarte periode? En je developed a project that called acrobatic mental health. And we like to share that, and you like to bring people, not only people in a vulnerable situation, but for anybody, how that, and that was first of all very good for me, for my process, and second, like I have the feeling, okay, this, it can help so much other people. Verder heb ik Solange gevolgd, die was vroeger een jongen, nu een powerwoman, een transgender vrouw. Als jongetje had ze het ontzettend lastig, deed 2 zelfmoordpogingen, maar heeft zich ontwikkeld, ja, toch iemand die heel sterk is. En ze heeft zelf als eerste transgender vrouw meegedaan aan de Miss Beauty verkiezingen Noord-Holland. Echt een historische gebeurtenis. Het gaat er niet om een titel, het gaat om de activisme en het gaat om de verandering die je maakt voor een land, de verandering die je maakt voor een community. Final ready. En als derde heb ik Chris van der Veen gevolgd. Is nu gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam, maar werd vroeger in zijn dorpje Harkema in Friesland enorm gepest omdat hij zo verwijfd was, omdat hij zo homoseksueel overkwam. En ook op de middelbare school in Buitenpost, helemaal ver daar in Friesland, was het hele leven echt een hel voor hem. Hij wilde dood, want vooral tijdens het gym werd hij gepest. Ik wilde zo graag daar niet naartoe, dat ik eigenlijk daar eigenlijk alleen maar aan kon denken. Dus mijn hele weekend stond in het teken van die 2 uren gym. En alleen dankzij het goede ingrijpen van zijn decaan heeft hij het overleefd. Maar ook hij heeft echt in de diepe, diepe penaire gezeten. Pesterijen, jeugdtrauma's, gedoe met familie, isolatie. Wat ziet Tim als verklaring voor het grote aantal zelfdodingen binnen de LHBTI+-gemeenschap? Mijn documentaire Uit het leven is geen voorgingsfilm. Ik ga dus niet verklaren hoe het komt dat mensen wel of niet uit het leven willen stappen. Ik laat ook niet deskundigen aan het woord. Ik laat 3 mensen aan het woord die zelf hebben ervaren hoe het is om zoiets mee te maken. Mensen kijken naar de documentaire en moeten zelf meer of meer dan het invullen of aanvullen. De bedoeling is dat deze documentaire als breekijzer gaat dienen om het bespreekbaar te maken. Het taboe moet weg binnen de roze community. Ja. Wij moeten met z'n allen gaan praten en meer gaan geven om mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Dus deze documentaire moet het begin zijn van een omwenteling. Uit het leven van Tim Dekkers is op 26 maart te zien tijdens de Roze Filmdagen.